Dit is de Rooms-Katholieke Maria Magdalena Kerk van Goes. En hier tegenover staat de hervormde Maria Magdalena Kerk, de grote kerk van de stad. En natuurlijk ooit katholiek geweest, lang geleden. Een laat gotisch monument, maar we zijn hier nu voor deze eigenaardige groeven in de muur. Anneke van Waardekoets, jij verzorgt vanuit het Gilde de Beverlanden historische stadswandelingen door Goes. En dan stop je hier ook altijd even. Ja, je ziet hier groeven in de muur. En dat lijken hele onbeduidende groeven, maar ze hebben te maken met geloof, bijgeloof en wanhoop. En dat zijn zogenaamde pestgleuven. En ja, het is eigenlijk wel heel actueel in verband met corona, hè, want het is natuurlijk ook een grote pandemie, net als de pest altijd was. In de eerste pestepidemie in de 14e eeuw stierven ongeveer zo'n 30 tot 60% van de Europese bevolking, dus dat is best al veel. En ook toen werden er hele strenge hygiënische maatregelen genomen. Als het nodig was, werden bijvoorbeeld ook winkels en scholen gesloten. Mensen werden beboet als ze zich niet aan de regels hielden. En mensen moesten ook in quarantaine. Eigenlijk precies hetzelfde zoals nu. En wat hebben deze gleuven daar nou mee te maken? Deze gleuven die dateren uit de tijd dat deze grote Maria Magdalena kerk nog katholiek was. De katholieke kerk was gewijd en werd dus beschouwd als heilig. Dus in hun radeloosheid hebben ze waarschijnlijk gedacht dat ze als ze wat schraapsel van het kerkgebouw af zouden nemen, dat dat dan zou helpen tegen de pest of dat het hun zou genezen. Ze vermengden dat in een drankje of ze namen dat in hun eten op of ze droegen dat als een amulet op hun borst. En deden ze dat zelf of was de kerk daarbij betrokken? Nou, dat weten we eigenlijk niet precies. Maar we weten wel dat dat deze gleuven vaker voorkwamen in Europese kerken. En in Zeeland is het specifiek ook in deze kerk in Goes, maar ook op de Sint-Baafskerk in Aardenburg. Zijn er verhalen bekend van genezing na het eten van deze kerk? Nee, dat is mij niet bekend. Het zou me ook hooglijk verbazen als dat zo was. Maar het is wel zo dat dat natuurlijk verhalen er rond zouden hebben gedaan dat als mensen schraapsel hadden gegeten of gedronken en ze werden toevallig beter, dat men dat wel toewees aan het feit dat ze van de kerk hadden gegeten, om het zomaar eens te zeggen. Ja.